Interessante wedstrijd natuurlijk. Grote belangen. NEC lijkt het allemaal net op tijd op orde te hebben als het gaat. Ongeslagen afsluiten. Wat dacht u van deze? Okita. NEC viel dan neer. Okita. Voetbal druist. Daar had het niet. Slechts van Nijmegen. Dat moet je terug naar 1991. Maakt het 3 jaar met 6-1, 7-0 en 3-0 voor NEC. En hier is de 5-1. NEC heeft het vertrouwen. Dit is goed. Okita. Kijk. En ziet dan dat Dijkstra daar komt. Inderdaad. Met zijn eerste balcontact zet hij. Nu kan Okita het foutje van zojuist goed maken. Als aan Daicinier mee is. En ook Wolters mee is. En aan Daicinier komt die bal raakt. En de assist is een heel fraaie van Okita. Okita goed in één keer door. Tafsan. Tafsan moet hem breed leggen of het zelf doen. Het is 2-0 voor. En dat doet hij. Keun. Okita. In één keer door. Matson. En dat is een goal voor NEC. En een fraaie ook, hè. Barreto verrast hier Malasia. Barreto sterk. Okita voor het doelkoppen. En dan is het de doelpunt. Ja, daar is de 2-2 van Odenthal. De man op dat hij gaat betrappen met andermaal een strafschop. Okita, het wordt allemaal wat lastiger. Bruin met het hoofd. Het is 3-1 voor NEC. In de stemming aankomen. Zeker als de navigator Okita heet. Man, dit is echt een schitterend beetje. Anas Ashabar, Okita doet het goed. Die heeft veel tijd nodig. En hij heeft nog een plaatje. Dit is Okita. En Okita in de 5e minuut eerder. Door NEC met 0-5 in de eerste divisie. Dus nog een eerder. Aan de andere kant dan. NEC. Dat de technisch directeur aan de dijk zetten en zie het achterhoofd. Bijna half uur gespeeld. Met wat geluk, Okita. Okita gaat door, Okita schiet en Okita scoort 1-1. Pater krijgt door de bal niet weg. En dan komt hij voor de voeten van Okita. En die zijn zo in de goede lijn voortzetten. En een vrije val op de ranglijst niet voor te laten duren. Hier wordt het wel 1-0. De Rock wordt volledig overlopen door NEC. Ook in de tweede helft. Verbeek in de fout, balverlies. Daar is Okita. Nou, alsnog de hat-trick. Oh, schitterend. Wat een manier om deze weg. En Okita. Kruijf komt daarbij met de ras schreden. Okita. En wie schiet hem er binnen? Hier waren geschoten door Okita. Hier al een bal bezit. Naar binnen. Hier, Okita uit zijn verspelpositie terug. Maar er wordt niet gevlacht om uit te staan. Okita gaat er door. Wordt ook niet echt aangepakt. En Okita deed vaak een schieten met links. En dan is dat toch die winst voor NEC. Eigenlijk wel moet winnen. De strijd op de play-off plekken. Dit is een heel fijn balletje van aanvoerder Bruin. En Okita punt op de bal. De bal daar precies juist achter. Daichimi, hakje en het is 100%. Telstra is dan op jacht naar de overwinning. En geeft ruimte weg. En dit is een invaller. En kijk eens, die kan slalommen als de beste. Zijn naam? Scoren om de wedstrijd in de slot te gooien. En dan, zal je altijd zien, in de 1 september won NEC voor het laatst. En wat is dit nu toch voor een Comedy Capers? En dus die spits is de lachende derde. En hier is die weer. NEC hier opnieuw met Van Rooy. Van de achterlijn aannemen, iets schieten en dan is het alsnog raak via Jonathan Okita. De vijfde van het seizoen. En twee doelpunten. Vrij vermakelijk is dat, zeker als je voor NEC bent. Dit is heel matig ingrijpen. Want het kan hier vrij snel de wijkertje van in deze wedstrijd. Het is een 6-0-wedstrijd. Ja, daar is Ben. Okita is niet. Okita naar binnen met links. Oh, wat een mooie goal. Prachtig hoe die daar naar binnen komt. Oh, hij heeft een gelukje. Okita, en nu schiet hij echt wel binnen.
Okita. En het is 2-0 voor NEC. Ja, Bruin terug naar Okita. Dit is een aanval die wat kan opleveren. Sterker nog, het is een goal. NEC. Kijk goed naar die nummer 10 van NEC. Totaal ongedekt. Onttrekt zich eigenlijk continu aan de drukte. Yanga. En daar is Okita en die... Oh, wat een fraaie goal van Okita met de buitenkant van de voet. Vlak voor tijd. NEC weer een voorsprong. Wat een doelpunt. Kijk eens hoe hij dat hier doet. Yanga die de bal beschermt en let aan de buitenkant voet van Okita. Hier, met één voet bewegen. Het is een hele fraaie treffer. Onbereikbaar voor Olai.